begin 2014 woonde ik nog thuis. Alles in dezelfde kamer tot ik in maart was verhuisd. In februari van Tomorrow de clip uitgebracht. En in april had ik met mezelf de micshow bedacht. Achter de schermen speelde veel, veel gezeik en zo. Zat nog bij een ander kanaal met Albert en Lo. Maar daar gingen we weg, startte deze plek op. Gelijk succes met Finishing en alles op zijn kop. Maar mijn kanaal werd verwijderd na 3 weken weer terug. Eén les ervan geleerd is, niemand krijgt me ooit stuk. Campagnes kregen we binnen en mijn faces op DDG. Bardo schreef 1000 ineens moesjes en daar hielp ik hem mee. Yeah, en alles gaat best goed. Draag iets minder een bed, maar nu rock ik een hoed. Binnenkort een nieuwe finish in me, nog veel meer. Dus check deze Black & 13 logo en abonneer. En like, alweer. Je weet hoe het gaat. Peace. Ja mensen, en dat was alweer mijn wrap-up van 2014. De 2014 wrap-up. En het is voorbij. 2014 is weer geweest. Het is 2015. Ik wil iedereen sowieso een gelukkig nieuwjaar wensen. En hopelijk heb je al je vingers nog. Ik hoop het, want anders kan je geen reactie achterlaten in de reacties. Ja, ja, ja. En zoals ik al in de rap zei, er is heel veel gebeurd in 2014. Natuurlijk weggaan bij mijn kanaal, een nieuw kanaal gestart. Ik heb eigenlijk ook nog zonder alcohol heb ik in 2014 opgestart. Het staat nu een beetje op een pauze, daarom heb ik het niet vernoemd. Maar 2015 ga ik daar hopelijk weer een beetje mee beginnen. En natuurlijk komen er heel veel nieuwe projecten aan en heel veel toffe video's. Allemaal in 2015 dit jaar. Het wordt helemaal, ik kom niet eens met mijn woorden meer. Het wordt helemaal top. Maar houd in de gaten, binnenkort dus allemaal nieuwe toffe video's. En wat kan ik nog zeggen wat nog niet gezegd is? Geen idee, pak een oliebol, eet hem op en bedankt voor het kijken. Later!